geloof dat het een gevoel is. Dat je op een gegeven moment, je moet zeg maar die interactie hebben met het land. En zeg maar het gevoel hebben naar het water toe. Ja, ik denk dat je dat eigenlijk bijna vanaf jongs af aan, of als kleuter aan het opbouwen bent. Dat je continu bezig bent met het spelen in water op het bootje. Begrijpen wat een kracht is, begrijpen wat waterstroming is. Ik ben Corné Walhout en ik kom uit Kampeland. Ik stam voort uit een waterbouwfamilie. Mijn vader was waterbouwer, mijn opa die werkte al in de bouw. Dus je krijgt het met de paplepel gewoon ingegoten. Nou, dan rond je civiele techniekopleiding af en dan kom je tot het besef van, nou, weet je wat, ik ga gewoon eens een bedrijfje beginnen. Nou, ik werk samen met mijn broer. Dat vinden we heel prettig. Vooral als broers voel je elkaar heel sterk aan. Ik doe veel meer het accountmanagement en Jan veel meer de interne zaken binnen het kantoor. Dus dat is perfect in mijn land. Ja, we kiezen ervoor om in Middelburg te zitten, omdat dat natuurlijk gewoon ook wel de hoofdstad van Zeeland is. Het een enorm mooie stad is om vanuit te vertrekken. Voor ons redelijk centraal. Snel naar Rotterdam, snel naar Brabant, maar ook snel naar Antwerp. Op een gegeven moment zaten we eigenlijk binnen een afzienbare tijd met een enorm orderportfolio. En waren wij, was ik toen die tijd geloof ik 21. En was de jongste persoon van Nederland die een ingenieursbureau had. En iedere keer alleen maar hele aparte projecten. Eigenlijk hele, ja, toch echt wel toonaangevende projecten op de wereldniveau. Zoals de Bergen van de Costa Concordia in Italië. Ja, op een gegeven moment werden we gevraagd om van een van onze klanten van zou je eens mee willen nadenken over een manier om dat schip te bergen? Nou, we hadden een enorme uitdaging, want zo'n berging was gewoon op wereldschaal gewoon nog nooit gedaan. Het is zo immens groot dat iedereen krapte achter zijn oren van wat ga je doen? Zelf gingen we met redelijke klamme handjes die kant op, omdat we zoiets hadden van waar hebben we ons in gestort? En wat voor problemen en uitdagingen die erbij komen kijken. Goed, je gaat gewoon je schouders rondzetten. Dat is ook een klein beetje van, nou, we gaan het wel eens even laten zien dat het gaat gebeuren. Ja, bovenwonden is het gelukt. Dat waren zeer mooie en speciale momenten ook voor ons kantoor. Dat het gelukt is. Nou, wat je echt ziet is dat wij als bedrijf, we opereren echt wereldwijd. We hebben overlaatst ook weer een heel mooie project gedaan in het Caribisch gebied. Nou, we zien hier op de achtergrond een mooie landingsvaartuig. Van een lokale persoon die tijdens hurricane Irma hier zo op het strand terecht is gekomen. Op dit moment proberen wij deze landingsvaartuig te bergen. Momenteel lopen die werkzaamheden en zal de wederopbouwfase de komende jaren zichzelf helemaal uitrollen. Nou, in mijn privéleven is eigenlijk heel veel. Vind ik het gewoon zo prettig om op water te zitten. Dat vind ik heerlijk. Daar kom ik even tot rust. Daar gaat de telefoon even uit. Daar gaat de mail even uit. Dat is even mijn bijna zenmoment. Gewoon even één te zijn met de natuur. Even spelen met de windkrachten en de golf van vallen en de stroming en gewoon die hele interactie. Je komt allemaal samen in mijn hobby zeilen. Ik ben nu nog onder de 30. Ik geloof helemaal te stellig in ons kantoor. Dat zien we ook uit door de enorm mooie projecten die we krijgen. We willen niet uitgroeien in kwantiteit, maar we willen continu blijven focussen op die kwaliteit. Continu maar weer langzaam groeien en daarin eigenlijk een heel sterk instrument zijn voor de waterbouw. Nee, wat we bij met z'n tweeën zien is dat we echt altijd wel in het Zeeuwse willen zijn. Dat dragen we een warm hart toe. Ook wat de toekomst brengt, waar we ook naartoe gaan, wat we ook doen. Uiteindelijk zullen we altijd terug naar Zeeland komen en daar ons vertier zoeken bij het water. Nou, ik vind dat alles komt hier samen. Getijdenbeweging, wind, de golfbelastingen, de krachtenspel, de energie die vrijkomt. Dat is heerlijk om hier even gewoon te komen. Ja, ik kan het eigenlijk niet beschrijven, het is gewoon een perfecte plek. Ik ben gelukkig in Zeeland.